Bijna iedereen kent de Lebuïnes wel. Want zijn toren kun je niet over het hoofd zien als je Deventer nadert via de A1. Sinds mensenheugenis markeert de 60 meter hoge toren het stadscentrum van Deventer. Maar weet u wat nog leuker is? Een afslag eerder nemen en dan via Wilp naar het veerpontje aan de Worp rijden. Daar parkeren en met het pontje de IJssel oversteken. Vanaf de kade bent u in een paar minuten bij de Lebuïneskerk. Misschien is de Engelse missionaris Lebuïnes in de 8e eeuw wel op deze plek uit zijn bootje gestapt en dacht hij toen: dit is een geschikte plek voor een kerk. In het jaar 769 bouwde hij hier een houten kerkje, want Deventer bestond toen al. Het aardige van de Lebuïnes is dat het kerkgebouw volop ruimte biedt aan culturele activiteiten, maar zondags nog steeds als kerk gebruikt wordt. Sterker nog, de protestantse gemeente van Deventer groeit weer, net zoals dat in veel andere stadskerken het geval is. In Deventer met name door jonge gezinnen met kinderen. In de 16e eeuw was Deventer een zelfstandig bisdom en was de Lebuïnes in gebruik als kathedraal. Geen wonder dus dat het kerkgebouw bij binnenkomst imponerend overkomt. Zullen we beginnen met een rondleiding? Nee, we doen eerst de torenbeklimming. Dat is best even pittig, maar zeker de moeite waard. Met aan de ene kant het adembenemende uitzicht over de IJssel en aan de andere kant de historische stadskern met eeuwenoude straatjes en huizen. Oké, we zijn weer terug op de begane grond. In de Lebuïnes valt nog veel te zien. Zoals de liefdevol gerestaureerde magistraatskapel met de mooie glas- en loodramen. Het bijzondere Holtgravenorgel uit 1837. En het Pinksterluik, waaruit in de middeleeuwen tijdens de Pinksterdienst levende duiven de kerk invlogen. Nu dwarrelen er met Pinksteren papieren duiven naar beneden, tot verbazing en vermaak van de kinderen. Waarom duiven, vraagt u zich misschien af? Nou, die staan symbool voor de Heilige Geest, die met Pinksteren wordt uitgestort. En misschien hebt u na al die indrukken wel behoefte aan een moment van rust en bezinning. Daarvoor is de onderaardse crypte ingericht als stiltecentrum. Een goed gekozen, bijzondere plek waarin 1000 jaar niets is veranderd. Vindt u het tijd om de wereld van vandaag weer te betreden? Vergeet dan niet een kijkje te nemen bij de voormalige armenhuisjes die stijf tegen de Lebuïnes geplakt lijken en waarin leuke winkeltjes zijn gehuisvest. De binnenstad van Deventer lonkt nu. We wensen u veel plezier. U zult ontdekken dat u daar net zo welkom bent als in de Lebuïnes.